ga jullie weer laten zien wat mijn favorieten zijn van de afgelopen maand. En ik zit een beetje te spelen met de locaties in mijn huis waar ik film. Want het gaat nogal en ik ben steeds aan het kijken voor je microfoon. Maar tot die tijd wil ik even een goede plek hebben. Dus ik zit nu in de gang. En misschien zie je Manie straks daar ergens voorbij lopen. Of ze komt hier naast me. Wel zo gezellig. Dus ja, laten we beginnen met de favorieten. Als eerste mijn favoriete parfum, dat is Riviera Riviera van Fragonard. En die zit nu op de helft. En Fragonard is een parfummerk dat je in Frankrijk kan kopen. En er zit ook een fabriek van in Frankrijk. En ik denk dat ik deze al 3 jaar geleden of zo kocht. En hij is zo lekker, ruikt naar lekker verse citroenen. Heerlijk. En ook heel voordelig. Volgens mij was deze 13 euro of zo. En ik kreeg laatst, naar aanleiding van mijn stashfilmpje, wat opmerkingen over de houdbaarheid van producten. Wat natuurlijk heel logisch is, want ik heb sommige dingen echt al jaren. Maar ik kan zeggen, met name parfum is echt een paar jaar houdbaar. Als je het goed opbergt, waar niet veel licht komt. En achter een deurtje, het liefst nog in een doosje. Ik heb er wel eens een video over gemaakt. Kijk die even terug over houdbaarheid en hoe je dat dan soort van kan checken en zo. Maar goed, even terug naar de favorieten. Mijn favoriete geur was dus Riviera Riviera. Wat betreft huidverzorging is Estée Lauder Idealist Even Skin Tone Illuminator een favoriet. Oh kijk, weer kaatsing van mijzelf. Dit is een serum dat echt zo mooi is. Het is een soort highlight serum. Altijd als ik dit doe, dan denk ik, heb ik dit niet al eerder gedaan? Dat ik dit al liet zien? En kijk, het is zeg maar ja, een soort vloeibare. Het is een serum die dan ook nog een soort van mooie glow geeft. En ik vind hem geweldig. En zeker als mijn huid een beetje dof is, dan is dit gewoon product wat ik nodig heb. En hij ruikt lekker, hij smeert lekker, hij is geweldig. Dan voor mijn gezicht verder de Super Plus Bablish Balm Triple Function van Skin 79. Dit is de allerbekendste BB cream die er is, de roze. Ik begrijp van veel van jullie dat de oranje, die precies hetzelfde maar dan oranje, dat die nog beter is. Maar ja, ik heb alleen de roze en ik vind hem heel erg fijn. Dit is zo'n echte BB cream uit Azië. En ik vind hem wel heel licht. Ik heb hem nu ook op. En zoals je ziet, ik ben heel wit. Ik ben sowieso heel wit, maar in de winter ben ik echt op mijn witst. En ja, dan kan ik hem op. Maar in de zomer is hij gewoon echt te licht voor mij. Maar ja, hij smeert goed. Hij dekt goed. Hij blijft zitten de hele dag. Ik heb hem vanochtend vroeg opgedaan. Ik heb zo'n feestje en dan, ja, dat is het enige met BB creams. Als je een foto maakt met flitser, ben je spierwit. Omdat er zo'n hoge factor in zit. Dus ik heb straks een feestje en ook al zou ik hem graag op willen doen, ik ga een gewone, wat dekkendere foundation opdoen. Want anders dan, en dan zonder SPF, want anders dan, ja, weerkaatst de factor te veel licht. En dan ben ik er zo wit en dat, nog witter dan dit. Voor mijn haar ben ik helemaal fan. Ben ik al jaren, maar deze maand was echt weer een favoriet. De L'Oreal Studio Style en Shine van Studio Line. Mousse met multivitamine. Dit is echt een van de betere mousse die ik heb. Volgens mij Studio Line is gewoon een bekend. Ik ken het al. Ik weet nog dat ik klein was dat ik naar de kapper ging dat dit daar stond. Volgens mij, hier, deze is strong. Maar het heeft niet echt iets bijzonders. Het is gewoon een styling mousse, maar zo goed. Hele fijne structuur en het zorgt ervoor dat mijn haar goed lang in model blijft zitten. De afgelopen maand heb ik heel vaak mijn Rituals Touch of Heaven Organic Sweet Orange en Cedar Body Butter opgedaan. En dit is zo'n lekkere, moesige, luchtige body butter. Ik hoop dat die hem scherp stelt. Kijk, oh, het ziet er net uit als cupcake frosting. En de geur is hemels. Gewoon sweet orange en cedar. Gewoon, ja, als je gek bent op zoet en sinaas en luchtig en toch wel boter, dan is dit geweldig. Dan heb ik enorm last van droge lippen de afgelopen tijd. Echt bizar. Ik vond het altijd zo gek. Dus mensen die dan gewoon 20 keer per dag lipbalsem opdeden omdat hun lippen zo droog waren. Dan dacht ik, ja, maar dat is gewoon omdat je soort van een beetje verslaafd bent aan lipbalsem. Maar nee, ik heb het nu ook en ik weet niet wat het is, maar als er niks op zit, gaat het gewoon helemaal, ja, kapot. En misschien heeft dat te maken met hormonen en zo en dat soort dingen. Want dat vertelde ik al in artikelen, dat ik gestopt ben met hormonen. Gewoon voor mijn gezondheid. En ik merk het aan mijn huid. Ik begin ineens in mijn puistjes te krijgen. Maar ik denk dat dit er ook misschien mee te maken heeft. Mijn lippen zijn zo droog. Maar goed, ik heb dus 2 lipbalsems als favoriet.
De eerste is de Rosebud Brambleberry Rose. En dit is een potje. Rosebud Salve, dat kennen jullie misschien wel. Dat is ook echt al jaren een favoriet. En daar hebben ze meerdere versies van. En Brambleberry is daar één van. Zoals je ziet, zit er al een aardige deuk in. En hij ruikt naar een soort van bosbessen. En hij geeft ook een heel klein beetje een rode tint. Heel, heel klein beetje. En ik vind dit gewoon, als mijn lippen echt pijnlijk zijn, dit is hetgene wat ik het meest heb gepakt de afgelopen maand. En dan heb ik om mee te nemen en om tussendoor even snel op te doen, de NYC Appalicious Glossy Lip Balm, zo heet het. En ik heb ze allemaal, maar dit is Pink Lady, die heb ik het meest gepakt. Bij mij zijn ze eigenlijk bijna allemaal transparant, maar ze hebben dus meer de kleurtjes ervan. En dit is een heel cute, bridgetproof, schattig lipbalsempje met een appeltje erin. Hoe schattig is dit? Kijk. Er zit dus een soort van mini, er zit zeg maar in de balsem, een balsem in de vorm van een appeltje. En deze is zo lekker. Hij smeert lekker, hij ruikt lekker en ideaal voor in je tas en zo. Met zo'n potje, weet je, als je handen dan vies zijn en zo. Dan is dat misschien niet hygiënisch, maar met dit is dat heel handig. En ik vind het gewoon heel erg cute, dus dit is absoluut een favoriet. En tenslotte iets waar ik laatst een artikel over heb gemaakt. Dus ik hoef er niet te veel over te vertellen. De NARS Albatros Highlighter. En dit is gewoon zo'n ontzettend mooie highlighter. Ik vind hem echt te gek. Hij is prachtig. Hij is mega populair en helaas niet in Nederland te krijgen. En ja, ik ben om. Ik gebruik hem elke dag nu. Dus ik heb hem nu niet op. Nee, ik had hem nog niet opgedaan. Dus misschien kan ik een beetje laten zien. Hij geeft een beetje een soort van gele, goudgele gloed. Ik doe het even gewoon met mijn vinger en niet met een kwast. Maar met name op foto's en dan met flits. Oh, het ziet er zo mooi uit. Echt, ik ben helemaal, helemaal fan. En dat waren mijn favorieten van de afgelopen maand. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En vergeet niet hieronder te reageren met jouw favorieten. En of je misschien eentje hiervan kent en wat je ervan vindt. Want ik vind dat altijd leuk. Bijvoorbeeld, weet je, zo'n geur van Fleur, dat kom je ook niet dagelijks tegen. En als ik dan ontdek dat een van jullie die ook heeft, dan vind ik dat heel erg leuk. Dus ja, laat je mening vooral achter over deze producten. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie snel weer. Doei doei! Kleine side note voor iedereen die vraagt waarom ik niet zo vaak meer video's maak. Ik kom er steeds op terug. Zo van, nu maak ik er meer, nu maak ik er minder. Maar ja, ik kreeg veel opmerkingen van mensen die zeiden dat het toch wel heel veel video's waren. Dus ik doe het een beetje op gevoel. Als ik voel dat het lekker is om op dat moment veel video's te maken, maak ik er veel. Als ik merk dat het lekkerder is om wat minder te maken, dan doe ik dat. Jullie zien het vanzelf verschijnen. In ieder geval heb ik sowieso elke zaterdag een video. En dat heb ik al vanaf dag 1 van mijn site. Dus er komt sowieso minimaal 1 video per week online. En soms misschien wel 5. En soms misschien wel... Nee, ik ga nu niet zeggen 10 of zo. Want dat gaat wel nooit lukken. Maar ja, soms meer, soms minder. En je ziet het vanzelf. Dat is een surprise. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vinden. En dank jullie wel voor jullie support. En dat jullie subscriben op YouTube. En alles kijken en alles. Vind ik altijd heel erg leuk. Dus dank jullie wel. Doei doei.